In deze film veranderen we een foto naar een pop art à la Andy Warhol. En om die foto om te zetten, moeten we een paar stappen doen. We moeten allereerst de foto zeg maar prepareren en daarna gaan we hem inkleuren. En dat prepareren, dat is op zich heel eenvoudig. Om te beginnen ga ik de foto zwart-wit maken. En dat doe ik gewoon door een aanpassingslaag te maken en alle verzadigingen er in één keer helemaal uit te trekken. Vervolgens wil ik de foto wat meer uh, ja, tekeningachtige proporties geven. En dat doe ik wederom met een aanpassingslaag en dan niveaus. En wat je eigenlijk doet is gewoon de meest rechtse slider iets naar binnen trekken totdat de foto gewoon lichter wordt. En je ziet hier bijvoorbeeld op de wang dat we richting het overbelichten gaan. En daar stop ik. Ga ik nou nog veel verder, dan krijg ik een uitgeblazen effect. Dat is niet waar ik naar op zoek ben. Ik wil nog wel structuur in de huid houden. En ik zoek gewoon net even dat moment waarop het bijna weg is. En ook de zwarte, die sleep ik iets naar rechts. Zodat het wat donkerder wordt. En de middentonen, die sleep ik een stuk richting zwart. Om nog wat detail terug te brengen. Nou, en ik heb nu in ieder geval een veel contrastrijker, veel harder zwart-wit. Dit is bijvoorbeeld zonder het niveau's en dit is met. Als je nou denkt van, ja, oh wacht, er zijn toch nog wel delen die ik eigenlijk nog wel een klein beetje terug wil hebben. Nou, je kunt gewoon gebruik maken van het masker. Je selecteert de kwast. Dat doe je met sneltoets B. En ik pak gewoon een grote kwast die lekker zacht is. En ik zet de dekking goed laag, rond de 10%. En ik ga gewoon een paar dingetjes zo terughalen. Je ziet, het wordt net even weer een tikkeltje donkerder. Eventueel kun je de kwast nog een klein beetje aanpassen aan het formaat. En zo haal ik een beetje dingen terug. Bijvoorbeeld, als ik het masker uitzet en weer aan, dan zie je het verschil. Eventueel kun je, als het te veel is, de dichtheid van het masker nog wat terugzetten. En zo vind ik het wel aardig. Nu ga ik beginnen met mijn effecten, zeg maar. En ik begin nog niet helemaal meteen met het inkleuren. Ik ga eerst een laag ruis toevoegen. En die laag ruis die gaat een diepte brengen in mijn foto. Ik maak gewoon hieronder een nieuwe laag aan. Je kunt ook Ctrl Shift en N gebruiken. En deze laag ga ik vullen met een kleur. En dat is wel een kleur wel te verstaan. Die heet 50% grijs. En dat is niet voor niks. Het vullen van een laag, dat doe je met Shift F5. En dan krijg je het vulmenu. En de inhoud daarvan die we kiezen, dat is dus 50% grijs. En je drukt op oké. OK. Nou, het is meteen gewoon één grote grijze partij. Maar nu heb ik dus grijs en hier kan ik iets mee. Hier kan ik ruis van gaan creëren. Dat doe ik boven bij filter, ruis en wederom ruis. Nou, en de hoeveelheid die je kiest, dat maakt op zich niet zo gek veel uit. Ik hou het een beetje aan de lage kant. Zet je hem heel hoog, krijg je een harde korrel. Maar ik heb liever een zachtere korrel. En ik maak de manier Gaussian's. En ik maak hem monochromatisch. Want anders krijg je kleurtjes. Nou, nu wordt het dus tijd dat ik deze ruis terug ga leggen op mijn foto. En dat doe ik heel makkelijk door de dekkingsmodus van normaal te veranderen naar bedekken. En het is zo op het eerste gezicht misschien niet goed te zien. Maar als je inzoomt, dan zie je dat die ruis er echt gewoon in zit. En dat geeft een veel beter effect. Oké. Okay. Nu wordt het tijd om te gaan tekenen. Ik ga verschillende kleuren toebrengen op deze foto en dat ga ik gewoon helemaal naar mijn eigen smaak doen. En ik begin met de grootste laag, dat is de achtergrond. Nou, aangezien ik altijd nog gewoon terug wil naar het origineel of nog dingen aan wil passen, ga ik dit doen met een aanpassingslaag en die heet een volle kleur. Die vind je hierboven. En de kleur die we uitzoeken, dat is gewoon het hardste rood wat we hebben. Nu valt dit over de hele foto, dus ik ga het masker omkeren. Je selecteert het masker en je drukt gewoon op ctrl-i en je ziet je foto weer. En nu kan ik hem dus in gaan kleuren. Het makkelijkste is dit te doen met een tablet. Met een muis kan ook wel, maar als je een tablet hebt met een pen, dat tekent toch gewoon net iets prettiger. Ik selecteer weer de kwast en ik maak hem in dit geval wat kleiner, maar ik pak wel een harde kwast. Nou, en als je dan wit als voorgrondkleur hebt, dat kun je daar instellen en je gaat over je masker verven, dan zie je dat de kleur terugkomt. Nu staat de dekking hier nog op 12%, dus die zet ik weer terug op 100%. En je ziet mijn keiharde rode kleur komt terug. En als je nou tijdens het tekenen merkt van, hé mijn randjes zijn niet zo vloeiend. Geen probleem, dat kun je ook nog aanpassen. Dat doe je boven bij venster, penseelinstellingen. En dan moet je hier de tussenruimte op 1 zetten. En als je dan gaat verven, dan zie je dat dat veel vloeiender verloopt. De randjes zijn het belangrijkste, zeg maar. Ik wil natuurlijk gewoon geen invloed op de rest van mijn foto. Het gaat even puur om de achtergrond. Dus ik ga als eerste gewoon het contour rondom mijn model omtrekken. En ik versnel de film een klein beetje, want anders moet je heel lang gaan zitten wachten. Dit kan namelijk best een tijdrovend karweitje zijn, afhankelijk van hoe gecompliceerd je foto is. Ik raad je wel aan om gewoon tegen een egale achtergrond te fotograferen. Eventueel zou je het ook kunnen selecteren. En je ziet, ik ben niet altijd even netjes. Ik ga gewoon dwars door deze haar heen. Niet getreurd, die komt dadelijk wel weer terug. Maar ik wil het ook niet te netjes maken. Het moet toch een beetje, ja. Af en toe wil je elkaar overblieden, zoals dat heet. En daar is niks mis mee. Oké, okay, ik heb een lijn staan om het hoofd. Nu kan ik gewoon ook de rest vullen. Dat doe ik met het uh, emmertje. Dat vind je. Onder de sneltoets G en ik vul gewoon de laag. En dan kan het goed zijn als ik even goed inzoom. Ja, inderdaad, de kwast was toch niet 100% hard op de rand. Dus heeft daar nog een heel klein wit lijntje in het masker staan. Als ik de Alt ingedrukt hou, dan zie je het masker. En waar ik getekend heb, daar heeft hij het een mooi, net precies het randje niet gevuld. Nou, dat doe ik nog even snel met de hand. En zo is dit beter. Nu staat deze laag op de dekking normaal. En in plaats van normaal moet je kiezen voor vermenigvuldigen. En alles wat dan wit is, dat zal gewoon rood worden. Dat zal de kleur aannemen die je hebt ingesteld. En alles wat zwart is, zal dat niet doen. Als ik bijvoorbeeld even inzoom op die haar hierboven, dan zie je opeens: hé, hey, van hij is weer terug. Tijd voor de volgende kleur. En de volgende kleur die ik ga toevoegen, dat is de kleding dus ik pak opnieuw een volle kleur en ik kies in dit geval voor groen, een mooi donker groen. Ik selecteer mijn masker, dat keer ik om en ik ga hieronder naar het stukje van het shirt en ik verf daar gewoon overheen. En dat doe ik ook aan de andere kant. En je ziet dus dat die dekking van normaal dat bedekt gewoon alles op de foto. Maar zet je hem op vermenigvuldigen, dan komt daar toch nog een klein beetje tekening door. Ik maak de kleur ook nog een tikkeltje lichter. Zoiets. Heb ik alweer twee dingen gehad? Is het tijd voor het haar? En dat wil ik gewoon kei geel. Dus een nieuwe laag een volle kleur. Ik selecteer geel. Druk op oké. OK, selecteer mijn masker. Keer het om. En ga gewoon lekker in mijn haar zitten verven. Althans, niet mijn haar, maar goed. En dat laat ik even zo en wederom zet ik de dekking op een vermenigvuldigen. En je ziet, al het zwart komt er gewoon door, maar de highlights van het haar, dat wordt gewoon geel. En als je nou denkt van, hé, hey, daar ben ik niet helemaal happy mee, zoals hieronder, dat vind ik toch net iets te veel. Dan ga je weer naar het masker en dan ga je gewoon met een zwarte kwast weer aan de slag. En zet je het uit waar je het niet wil zien. En zo is hij beter. Ga ik door naar het volgende detail en dat zijn in dit geval de lippen. Ik maak wederom een kleur. En ik pak ze net niet helemaal rood. Ik keer mijn masker om en ik ga naar de lippen. Nu is dit een klein beetje moeilijk selecteren. Ze heeft vrij lichte lippen en tegenover het wit valt dat niet zo op. Dus mijn niveau zet ik af en mijn zwart-wit en mijn ruislaag. Maar ik kan er nog steeds mijn kleurvulling overheen leggen. Dus ik pak de kwast weer. En met de witte kwast ga ik zitten schilderen. En als je dat gedaan hebt, mag je ruis, je niveaus en je zwart-wit weer aan. Kan ook deze laag van normaal op vermenigvuldigen. Heb ik nu eigenlijk alleen nog maar de huid over en een paar kleine details. De huid die maken we wederom met een volle kleur. En daarvoor kiezen we uh, roze eigenlijk. Ik neem deze. En ik keer mijn masker om. Moet ik nou weer alles gaan zitten schilderen? Nee, dat is nou net niet nodig. Je kunt een selectie maken van alles en dan de andere selecties eraf halen. Dus je drukt op Ctrl-A en daarmee wordt je hele document geselecteerd. En als ik nou bijvoorbeeld Ctrl en Alt ingedrukt hou en ik druk op het masker van de achtergrond, dan zie je dat dat er gewoon wordt afgehaald. En dat doe ik niet alleen bij de achtergrond, maar ook van de kleding, ook van het haar en ook van de lippen. En ik heb nu eigenlijk een selectie van mijn huid. Plus nog een klein beetje meer. Ik zie dat ik ook de tanden heb. Geen probleem, dat ga ik dadelijk uitzetten. Ga ik nu mijn selectie omkeren, gaat mijn zwarte masker wit worden in de gedeelte waar ik nu een selectie heb, dus in de huid. En je ziet hoe makkelijk dat gaat. Nou, ook deze van normaal op vermenigvuldigen. En het is gewoon zaak om nog even in het masker de tanden zwart te maken. En dit stukje netjes zwart te maken. Zo. En ik ben nu dus best een aardig eind. Ook de ogen wil ik gewoon wit houden. Dus dat maak ik ook gewoon netjes wit. Eventueel, misschien is het leuk, kan ik nog met een nieuwe laag en een blauwtint de ogen kleuren. Die highlight van de softbox, die zet ik dan weer wel uit. Die wil ik gewoon wit houden. En je kunt dus gewoon kleuren aanpassen door erop dubbel te klikken. Als je bijvoorbeeld dubbel klikt op de haarkleur, dan kom je terug bij het filter. En kun je zeggen van nou, ik wil dat misschien meer oranje hebben. In dit geval vond ik het geel wel fraai. Maar je hebt nu dus gewoon ja, een aardig uitgangspunt voor je foto. Eventueel kun je nog zeggen bij je niveaus van nee, ik wil toch gewoon meer tekening hebben. Maar zo eenvoudig is het effect dus gewoon te bereiken. Ik zou zeggen tot nu toe. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.